We zitten op dit moment in de trein tussen Zwolle en Amersfoort. Dit weekend is er geen treinverkeer op zaterdag en zondag op dat traject. En dat komt omdat we een geluidsscherm gaan afbouwen. Als reiziger heb je het niet altijd door in de trein, maar voor omwonenden langs het spoor kan het behoorlijk herrie maken, al die treinen zo bij elkaar opgeteld. We bouwen daarom een geluidsscherm langs het spoor in Nunspeet, ongeveer een kilometer lang. En dat doen we ook voor de gemeente Nunspeet. Een geluidsscherm is een soort barrière tussen het geluid wat geproduceerd wordt door de trein en de huizen die erachter liggen. Het geluidsscherm vangt het geluid wat van de trein afkomt op, wordt voor een deel geabsorbeerd in de kern in het midden. En voor een deel gereflecteerd. Je ziet dat de korf aan de buitenkant is opgevuld door stenen. Die houden de korf op zijn plaats en die maken het geluid wat meer diffuus. Dus het geluid gaat een beetje via door de stenen heen en komt uiteindelijk in de absorberende kern terecht. Voor deze werkzaamheden is het nodig dat we het spoor tijdelijk buiten dienst nemen, omdat het werk zit zo dicht op het spoor dat het gewoon gevaarlijk is om daar gewoon maar te werken. Voor de reiziger betekent het dat het extra reistijd zal kosten om tussen Zwolle en Amersfoort te reizen. Ze kunnen omreizen, maar als je op een van de tussengelegen stations moet zijn, dan is er een bus geregeld. Nou, naast het werk aan de geluidsscherm, hè, omdat het hinderlijk is, proberen we zoveel mogelijk werk in één keer te doen. Dus we werken ook aan de bovenleiding en aan een overweg in Nunspeet.